Hallo en hartelijk welkom bij dit SGP Weekjournaal. We beginnen met corona, want de oplopende besmettingscijfers, maar ook de extra aangekondigde maatregelen tijdens de persconferentie houden de gemoederen flink bezig. Ja, dinsdagavond, direct na de persconferentie, zat Kees van der Staaij bij de uitzending van het praatprogramma Op 1 om te reageren op het nieuws van die dag. Meneer van der Staaij, wat vond u van de boodschap van Mark Rutte? Ik vond het een mooie start. Als het ging over mildheid en begrip voor elkaar. Ik vond het ook terecht dat er stil werd gestaan bij basismaatregelen. Omdat je dat bijna zou vergeten. En juist als de tijd dat het virus oplaait, die eenvoudige dingen die toch zo belangrijk zijn, van testen bij klachten, thuisblijven inderdaad als je ziek bent, handen regelmatig wassen, letten op de ventilatie. Ik denk dat daar echt ook in de actieve communicatie daarover veel winst te behalen is. En ik vond het daarom jammer dat vervolgens ging het hele verhaal ook in die persconferentie daarna werd vragen over die coronatoegangspas, die eigenlijk veel meer tweespalt geeft dan een oplossing. Ja, daar gaan we straks al even over doorpraten. Steeds verder worden eigenlijk toch wel de duimschroeven daarmee aangedraaid. Hè? Want eerst zeg je, ach, naar een terrasje, is dat nou zo erg? Of nee, eerst je kan nog altijd op terras zitten als je naar het restaurant gaat. Nee, maar terras kan nu ook niet meer. En dan straks voor werk en zo. Je gaat eigenlijk steeds meer drempels opwerpen. En ik ben ook bang dat dat juist die polarisatie aanwakkert. Dat je niet gaat zeggen, wat kan je met elkaar nu doen om ook dat virus tegen te gaan. Maar dat je eigenlijk steeds meer ook een beetje gevaccineerden tegenover ongevaccineerden gaat zeggen. Maar dat was allemaal in de sleutel van, als we maar die hogere vaccinatiegraad hebben. Als we dat punt bereikt hebben, dan zijn alle problemen opgelost. En dan hebben we die maatregelen niet meer nodig. Ja. Nu hebben we die hoge vaccinatiegraad, meer dan 85%. Maar we zien alleen dat en de ziekenhuiscapaciteit, waarvan we dachten, nou, we kunnen wel even flink daar een grotere ziekenhuiscapaciteit krijgen. Dat is niet allemaal gelukt. En we hebben gemerkt dat ook het virus zich niet liet verdrijven met alleen maar een hogere vaccinatie. En nu moeten we oppassen dat we niet uit frustratie gaan zeggen, nou, maar dan die ongevaccineerden, die moeten dan allemaal nog maar bewogen worden om zeg maar ook dat te doen, want dan is pas het probleem opgelost. Nee, ik denk, we zijn te ambitieus geweest door te zeggen, samen krijgen we corona onder controle. Eerlijker is, we zullen er rekening mee moeten houden dat wij wel eens lang kunnen moeten leven met het virus. En dat we als samenleving daar een behoorlijke boodschap aan hebben. En we zijn er niet met een paar strenge maatregelen voor een tijd. Ja, afgelopen woensdag debatteerde de Tweede Kamer dus over die extra aangekondigde coronamaatregelen. Dat was het 37e plenaire coronadebat over over het virus, sinds dat is uitgebroken in Nederland. En Kees van der Staaij wees bij het debat op kritiekpunten die hij heeft op de regering, maar ook op een ieders verantwoordelijkheid om verstandig om te gaan met het virus dat nog steeds rondgaat in ons land. Voorzitter, een gevoel van beklemdheid, ook omdat keer op keer door het kabinet is gezegd, er komt geen vaccinatiedwang, direct of indirect. En de hele Kamer sprak uit, geen dwang, geen drang. Maar nu ligt een plan op tafel om de coronapas te kunnen vragen in werksituaties mogelijk, in de zorg, zelfs te verplichten voor sportactiviteiten en detailhandel onder bepaalde voorwaarden. En als dat allemaal onvoldoende helpt, misschien laten we nog wel een coronapas in het onderwijs of schrappen we testbewijs als alternatief voor het vaccinatiebewijs. En dat maakt veel burgers bezorgd. Waar eindigt dit? Wanneer stoppen we ooit met die coronapas? En wat is nu eigenlijk het doel van deze aanpak en wanneer is dat bereikt? Voorzitter, in een aantal interrupties kwam het ook naar voren. Wat dan wel? Het is makkelijk om te zeggen, daar zijn we het niet mee eens. Wat dan wel? Het OMT benadrukt keer op keer, er is heel veel te winnen met betere naleving van de basismaatregelen. Blijf thuis bij klachten. Laat je testen bij klachten. Geef anderen de ruimte. Ventileer. En ik wil graag ook oproepen om er meer werk van te maken om de naleving van die simpele basisregels door iedereen, gevaccineerd en ongevaccineerd, te vergroten. En ook te kijken hoe we ook meer werkgevers, lokale overheden, maatschappelijk middenveld daarbij kunnen inschakelen. Want is dat ook niet een beetje het punt dat we eigenlijk niet erg in de afgelopen crisisperiode aangemoedigd zijn om eigen verantwoordelijkheid te nemen? Dat het heel erg is, ga maar zitten en kijken wat Den Haag aan maatregel afkondigt. Moeten we niet veel meer die eigen verantwoordelijkheid van de samenlevingsverbanden ook activeren? Tijdens het debat stelde Kees van der Staaij vragen aan Aukje de Vries van de VVD over het gebruik van de coronapas als zogenaamd ticket voor de vrijheid. Voorzitter, mijn vraag is, is het niet riskant om juist ook te proberen die vaccinatiegraad te verhogen door een vaccin aan te prijzen als een ticket voor de vrijheid?
is het eerlijke verhaal niet veel meer dat het beschermt tegen ziekenhuisopname, tegen het ernstig te krijgen, maar dat er nog steeds transmissiemogelijkheid is, overdracht, dat je nog steeds ook ziek ervan kan worden. En dat daarom voor iedereen, zolang het virus stevig rondwaart, een bepaalde mate van voorzichtigheid nodig is. Mevrouw de Vries. Ik denk dat er een zekere mate van voorzichtigheid nodig is. Vandaar ook wat ik wel belangrijk vind, dat we ook de basisregels wel zo goed mogelijk in acht nemen. Maar ik vind die vaccinatie is wel een hele belangrijke om uit deze crisis te komen. En niet als een ticket naar de vrijheid. Maar dat draagt er wel bij aan bij dat wij meer dingen kunnen. Maar het punt blijft dat eerder wel de gedachte was van als we maar gewoon een stevige vaccinatiegraad hebben. Van, laat het zeggen, zo rond de 85%. Dan zijn we eruit. Dan is het licht aan het eind van de tunnel. En het eerlijke verhaal is dat het gewoon te ambitieus, te optimistisch was. We hebben die hoge vaccinatiegraad. En ik ben er ook voor om iedereen zorgvuldig en goed te informeren over de werking van het vaccin en ook de voordelen die dat absoluut heeft. Maar dan blijven we nog steeds er tegenaan lopen. Dat is waar we nu wel mee te maken hebben. Van, hey, al die maatregelen zijn dus niet gekoppeld aan een hoge vaccinatiegraad. En dan gaat het licht aan en dan is alles afgelopen. Maar we komen wel in een nieuwe fase dat we zien dat ondanks die hoge vaccinatiegraad het nog steeds zo is dat het virus rondwaart. En dat we dus te maken hebben met het feit hoe verhouden wij zich ertoe. Nu zie je eigenlijk steeds meer dat coronatoegangsbewijs als de oplossing wordt gezien. Eind volgende week verwachten we weer een nieuwe persconferentie over corona. We gaan het uiteraard met heel veel belangstelling volgen. En we houden u ook graag op de hoogte. We gaan nu door met de andere onderwerpen uit dit journaal. Woensdag was het de dankdag voor gewas en arbeid. Een dag om dankbaar te zijn voor al het goede wat God ons gegeven heeft in het afgelopen jaar. Op social media hebben we dat ook zichtbaar gemaakt met een bijbeltekst. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dat staat in de Filippenzen 4, vers 6. Ja, straks nemen we u in dit journaal samen met Peter Schalk mee naar de Ridderzaal. Daar geeft hij een korte rondleiding over de Eerste Kamer die daar op dit moment nog tijdelijk vergadert. Dat is best een mooi inkijkje om te krijgen. Maar eerst praten we bij over twee andere grote onderwerpen, namelijk de begrotingsbehandelingen en ook het belastingplan. Dat mag dan misschien een klein beetje saai klinken, maar het is wel van grote betekenis. Ja, en ieder jaar moet er dus een begroting per ministerie worden vastgesteld door het parlement. En daar debatteert de Tweede Kamer momenteel ook over. En we vroegen Christoffer om uitleg. Hoeveel begrotingsbehandelingen komen er eigenlijk dit jaar voor uw rekening? 6 en het belastingplan. En welke begrotingen zijn dat allemaal? Als u die zou, kunt u die allemaal uit uw hoofd opnoemen? Ja, dat is niet zo'n probleem. Maar ik zal je niet vermoeien met alles. Maar deze week bijvoorbeeld infrastructuur en waterstaat en ook economische zaken en klimaat. Ja, en die begrotingsbehandelingen, zijn dat nou echt grote momenten waarop u kunt proberen iets te veranderen in het land? Of zijn het juist debatten die eigenlijk helemaal niet meer zo belangrijk zijn? Ja, op zich zijn het wel belangrijke debatten. Want je hebt natuurlijk over wat gaat het komende jaar op zo'n ministerie gebeuren. Dus je kunt wat grotere thema's oppakken. Nou, bijvoorbeeld een van de thema's die ik deze week rond infrastructuur en waterstaat heb opgepakt is het onderhoud van onze wegen, onze rivieren, ook onze spoorlijnen. Daar is echt wel veel aan de hand. En daar kun je hier dat punt goed maken en met name ook dat in een goede context zetten. Dus wat dat betreft heel belangrijk dat dit soort debatten er wel echt zijn. Ja, en naast de begrotingen, we hebben het net al eventjes kort aangestipt, is er ook het belastingplan. En dat is een enorme verzameling van wetten waarin bepaald wordt hoeveel belasting iedereen moet betalen en hoe we dat dus gaan verdelen met elkaar. En uiteraard komt ook het belastingplan voor rekening van onze financiële man Christoffer. Kunt u kort toelichten, wat is eigenlijk een belastingplan? Nou, in het belastingplan leggen we vast wat u volgend jaar, 2022, aan belastingen moet betalen. Ja, en dat omvat dus ontzettend veel. Daar kun je als partij ook tegenstemmen. Weet u wel wat de SGP gaat doen dit jaar? Nou, de traditie is dat we over het algemeen voorstemmen. Maar we weten nog niet of we het dit jaar doen. Want met name bijvoorbeeld rond gezinnen en rond het midden- en kleinbedrijf willen we echt zien dat daar niet de verkeerde dingen worden gedaan. Sterker nog, dat het nog een klein beetje beter wordt dan het nu voorgesteld wordt. Dus dat is voor ons wel voorwaarde de komende weken om, daar moet verandering op plaatsvinden om ons voor te laten stemmen. Want gezinnen moeten nu te veel belasting betalen en kleine bedrijven eigenlijk ook, zegt u. Ja, je ziet dat de lasten met name bij het midden- en kleinbedrijf terechtkomen en bij gezinnen en heel specifiek bij eenverdieningsgezinnen. En daar willen we graag verandering in.
Volgende week debatteert de Kamer dus over het belastingplan. En het zal nog spannend worden of de SGP daarmee in gaat stemmen. En Cornel, is er nog nieuws over de formatie? Ja, formatienieuws wat we natuurlijk elke keer in het journaal proberen u bij te praten. Ja, er is opnieuw weer weinig te vermelden. Behalve dan dat de Tweede Kamer sinds afgelopen maandag, sinds 1 november, officieel ongeduldig is. Zo zou je het wel kunnen noemen, want Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter, heeft namens de hele Tweede Kamer een brief gestuurd naar de beide informateurs, Remkes en Koolmees, om aan te geven dat ze echt graag een tijdpad wil zien van nou, hoe loopt het nu, wanneer verwachten jullie een uitkomst? En we zijn heel benieuwd. En daarbij schrijft ook Vera Bergkamp dat de lange duur van de formatie leidt tot heel veel signalen van ongeduld vanuit de samenleving. Nou, dat zult u thuis vast en zeker herkennen. Tot zover het nieuws van de afgelopen week. Vorige week vertelde u al over een voorstel van de SGP voor een slimmere en gerichtere aanpak om de stijgende energierekening terug te dringen. Helaas heeft de motie van Christoffer het niet gehaald, omdat hij geen meerderheid heeft gekregen in de Tweede Kamer. Naast de SGP stemde alleen de Boer-Burgerbeweging, Forum voor Democratie, Groep van Hagen, Fractie Den Haan en Bijeen voor de motie. De SGP blijft zich uiteraard inzetten voor een lagere energierekening voor gezinnen en personen met een laag inkomen. Nou, dan gaan we tot slot dus nog even naar de Eerste Kamer. Die vergadert op dit moment nog tijdelijk in de Ridderzaal op het Oude Binnenhof. En nu het nog kan, leidt Peter Schalk u graag eventjes rond. Ik laat jullie heel graag de Ridderzaal zien, want daar vergaderen we nu al sinds coronatijd. Ja, een bijzondere zaal natuurlijk, waar alle 75 leden gewoon keurig netjes naast elkaar kunnen zitten als een soort in examenbankjes. Maar het centrale gedeelte van de Ridderzaal is natuurlijk deze plaats waar niemand naartoe mag lopen, want daar is de troon van onze koning en die mag alleen daarop zitten. En recht tegenover die troon hebben we het rostrum. Dat betekent dat dat de plaats is waar onze voorzitter Jan-Antonie Bruin zetelt. Vlakbij de voorzitter hebben we het spreekgestoelte en achter dat spreekgestoelte daar mag je je punt maken. En ik vind het ook leuk om mijn eigen plek te laten zien. Die is hierachter. Dat voorste stoeltje hier, dat is mijn plaats. En daarachter zit straks Diederik van Dijk. Als je naar boven kijkt hier, dan zie je een enorm houten kunstwerk, zou je kunnen zeggen. En dat is eigenlijk gemaakt zoals ze vroeger die VOC-schepen maakten. Dus eigenlijk staat er hier bovenop het gebouw een omgekeerd schip. En dat is dus een heel krachtig iets, want iedereen weet dat die schepen het soms honderden jaren uithielden in storm en wind. Nou, dit was het dan. Een kijkje in de Ridderzaal, waar we in ieder geval tot het kerstreces zullen zitten. En vervolgens gaan we verhuizen naar een andere zaal, op een andere plek hier in Den Haag. En daar laat ik jullie ook heel graag een keertje een rondje meekijken. De komende tijd gaat de Eerste Kamer dus verhuizen. En blijf ons dus ook volgen voor een kijkje in het nieuwe onderkomen. Dan zijn we alweer aan het eind gekomen van dit journaal. Volgende week is er geen SGP-weekjournaal, maar een lange aflevering van Studio SGP die in het teken staat van de Week van het Leven en over corona. Ja, dus ik zou zeggen, zeker kijken volgende week. Kees van der Staaij is onder andere te gast. Aanstaande maandag begint de Week van het Leven. De week waarin we samen met de ChristenUnie en heel veel maatschappelijke organisaties opkomen voor ongeboren en kwetsbaar leven. Dus voor ons allemaal een belangrijke week. Vond u dit journaal interessant? Doe dan een duimpje omhoog. Waardeert u het? Laat het even weten in een reactie onder deze video. En abonneert u zich natuurlijk op ons kanaal om helemaal niets te hoeven missen van de SGP en van onze politieke bijdragers. Want er komen weer genoeg interessante debatten aan voor de komende tijd. Ja, dan wensen we u nog een hele fijne avond, een mooie zaterdag en alvast een gezegende zondag toe.